We zijn er weer vrijdagavond. Ik wilde bijna zeggen maandagavond. Het is zo raar met die dagen. Maar het is, uh, het is inderdaad vrijdagavond. Uh, vrijdagmiddag, ofthans, uh, ook al richting de avond neem ik de video al op. Ik wacht al een beetje zo, uh, zo lang mogelijk. Even kijken, wat gingen we doen vandaag? Oh ja, we gaan de stad in. De stad, want ik heb wat tips voor de stad. Het is voor sommigen gesneden koek wat we doen in HD. Voor mij zijn een aantal dingen in HD gewoon een automatisme. Maar ik weet ook dat heel veel van jullie soms zitten te kijken en dan denken: hoe doet hij dat nou weer? En hoe kan dit nu? En hoe kan dat nu? Uh, want we zitten immers uh, op een ander level hè, met elkaar. De ene zit op 200, er zitten misschien wel een paar boven de 300, weet ik veel. Maar ook heel veel op level 60, 40, 45, 23. Dus is het soms best wel eens lastig om een video te maken. Uh, om dan iedereen daarin mee te nemen. Want ja, als je op level 44 zit, dan is het natuurlijk wel een beetje. 206 is dan ver van mijn bedshow. Uh, maar toch, in heel veel. Dingen werken, de Heyday, uh, hetzelfde. Of je nou op een laag level zit of op een hoog level, de basis blijft hetzelfde. Het principe blijft ook hetzelfde. Het kan best wel zijn dat jij de T-hut nog niet hebt, maar dat hoeft ook niet, want je hebt genoeg andere machines die je kan vullen en kan voorbereiden om uh, te produceren. Maar er zijn wel een aantal dingen binnen Heyday die. Ook eh, gesneden koek zijn voor heel veel. Maar die wel handig zijn, vooral bij een derby. Um, en dat is net even de truc die je moet weten. Nou, we gaan vandaag de stad in. Uh, er is een vraag gesteld over de stad. Ik ben even aan het nadenken wat Tom moet halen. Even kijken, Tom. Ja, al jij maar armbanden. Uh, de stad is een machtig mooi uh, plek om uh, veel XP te scoren. En uh, freebies. Dus de gratis items in, in, je, in je boerderij. Dat zijn de items die je nodig hebt om. Uh, even kijken, kan ik jou nog toevoegen? Ja. Um, dat zijn de items die je nodig hebt om verder te komen in de boerderij. Dat wil zeggen: items voor upgrade, silo, een barn, schuur. En ook items om bijvoorbeeld uh, 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 je, je struiken om te hakken, uh, je bomen om te zagen, je mijn te laten ontploffen. Daar heb je allemaal uh, materiaal voor nodig en dat kun je vooral in de stad verdienen. In de stad verdien je ook nog materiaal om gebouwen in de stad zelf te upgraden. Je ziet in mijn video's dat nooit. Nee, dat klopt. Dat geef ik toe, want de gebouwen die ik hier heb staan, daar ben ik eigenlijk al tevreden mee. Dus die doen het allemaal heel goed. Excuus voor mijn stem. Mijn stem die is niet zo geweldig. Het is niet zo dat ik nou uh, op een markt heb gestaan van, hé, hey, twee bom bloemkolen voor drie bloemkolen. Nee, mijn stem is gewoon omdat ik even moest hoesten. Uh, S'nachts, ik heb een beetje niet zo'n goede nacht gehad, afgelopen nacht niet, maar die nacht ervoor... Een uh, beetje koude rillingen, een beetje klein griepje aan de onderkant, maar die zet nooit door bij mij. Blijft altijd maar bij één uh, nacht dat het dan slecht is. Dan heb je het eerst koud, daarna ga je zweten en dan heb je uh, hoesten, hoesten en dan dat slaat dan op mijn stem. Dus vandaar dat hij nog een beetje zachtjes klinkt, want we hebben natuurlijk een mooi gedichtje over de stad. Ja... <laughs> Nee, die hebben we niet. Um, mensen die in de stad staan, die, uh, die wil je soms niet ophalen. Dat is nummer één. Wat is namelijk het belangrijkste in je stad? De stad, dat is het controlecentrum en dat is het stadhuis. Dit is je belangrijkste item in de stad, want hiermee kun je alles zien wat er in jouw stad gebeurt op het tabblad niet. Actief. Daar staan al die badgasten die binnen zijn gekomen, of van een uh, andere boerderij van de clubhuis, hè, waar je dus je buurtgenoten hebt zitten, of dat die, uh, die trein die elk zes uh, uur binnenkomt, uh, met veertien gasten totaal, um, maximaal, minimaal, nul, want hij kan ook soms helemaal niemand afleveren. Dat ligt eraan hoeveel mensen jij in de stad hebt. Want maximum is 42 als jij je stadhuis hebt geleveld naar 12. Als je hem dus lager hebt, dat betekent dus dat je per 3 er vanaf moet halen, is jouw uh, level, je stadhuis level 10, dan heb je 6 mensen minder die je in de stad kan hebben. Dus je bezoekerscapaciteit is je maximale aantal bezoekers wat je in de stad kan hebben. Het is de bedoeling dat wanneer je stad nog niet zo ver ontwikkeld is, dat je daar wel heel hard aan gaat werken om dat zoveel mogelijk te gaan uitbreiden. Dus je moet heel snel, uh, althans, moet, moeten is een dwangsom, dat doen we niet aan. Maar het is verstandig om je stadhuis meteen op te krikken, want dat kan. Uh, wat, je ook moet, wat je ook daarbij moet opkrikken, zijn je gebouwen. Die badgasten zitten allemaal in die gebouwen en dat begint bij één, daarna 2 3 4 zoveel mensen kun je dan kwijt maximaal 6 um, ik kan het beste even laten zien als ik even naar boezekoe ga want dat is nog een stad in ontwikkeling is misschien wel handig ik doe daar eigenlijk niks maar goed zou wel moeten dat heb je weer moeten <middels> dat doen we niet aan um, ik heb hier uh, mensen die vragen om hulp. Heck uh, niet. Hier heb ik nog mensen die vragen om uh, weggestuurd te worden. Maar zoals je ziet, ik heb wel alles land vrij. Dat heb ik dan wel gedaan. Nou, dat verbaast me wel. ja. Dat heb ik dan weer wel gedaan. De trein is ook nog niet volledig upgraded. Kijk maar. Hij heeft nog uh, achterin de wagon, daar kunnen nog uh, mensen bij. Dat is de expresstreiner. trein, hè? Ik heb wel maximale stadhuis al, 42. Um, maar ik zal eens even kijken, de trein, wat moet hij hebben dan? Upgrade. Deze onderdelen. En dan gaat hij naar, naar level 11. Uh, oh nee, dan gaat hij niet naar level 11. Dan gaat hij naar 11 personen. Upgrade naar 11. Ik dacht dat is level 11. Maar ik moet hem dus nog naar 11, 12, 13 en 14. Ik moet hem dus nog vier keer upgraden. Dat betekent dus dat ik van deze materialen nu 8 heb. Ik moet dus uh, straks 9, 10, 11 en. Dus nu 8, 9, 10, 11. Dus maximaal 11. Wat is nou het probleem van de stad? Nou, de materialen die je in de stad vindt, dat zijn ook de enige materialen uh, waarmee je de in de stad. Kan upgraden. Dus je krijgt ze niet op de boerderij zelf. Dus je moet wel mensen gaan helpen in de stad, anders kun je namelijk die gebouwen niet gaan upgraden. Maar wat ik zo straks al zei: jouw uh, controlecentrum, dat is dit. Hiermee kun je zien wat er in de stad gebeurt. We waren net bij niet actief. Daarna komt uh, wie er allemaal aan het wachten is. Uh, dat kun je dus heel makkelijk zien. Nou, hoe kom ik daar nou bij? Als ik Iemand aan het wachten is, dan zie je dat hier. En je klikt erop of tap erop. Dan kun je naar die bezoeker gaan kijken. En als je naar die bezoeker gaat kijken, kun je hem meteen helpen. Wat zie je nu gebeuren? Ik hoef dat gebouw niet aan te tikken. Dus ik zie daar mensen daar staan bij dat gebouw. En als ik deze bezoeker zou kunnen helpen, kan ik gewoon die popcorn naar die bezoeker toe sturen. Nou kunnen we dat wel even doen hoor. Dat is niet zo'n probleem. Want ik heb vast wel ergens popcorn staan. We gaan even op zoek naar popcorn. Ik weet niet eens hoeveel boerderijspase ik heb. Ik moet even kijken hoeveel ruimte ik in een boerderij heb. Ik moet wel even naar beneden scrollen. Want dat zijn de kleinere boerderijtjes die staan wat minder vooraan. Oeh, ik heb ruimte, dus dat is goed. Dat is geslaagd. Ik heb genoeg popcorn. Stel. Ik wil dus die mensen niet bij dat gebouw weghalen. Ik ga naar het stadhuis en ik ga kijken. Wachten, uh, Samuel, dat was hem, bezoeker. Ik heb popcorn. Ik, ik veeg die popcorn naar die bezoeker toe. En ik hoef in principe niet die bezoekers aan te raken. Dus die blijven bij het gebouw staan. Bij dat plusje, pijltje omhoog, kan ik zien uh, hoe ver ik ben met mijn upgrade. Uh, level 10, ja. Dat kan, maar je kunt kiezen. Hè? Ik kan zeggen van ik wil uh, deze omhoog zetten. Ik kan ook zeggen ik wil die omhoog zetten. Snap je? Dus level 10 of level 11 of level 12 zegt niet iets over wat, wat voor onderdeel je hem dus sneller hebt uh, of meer hebt. Het is dus meer, meer. Het is snelheidswinst, maar het is meer coins, munten en meer XP waar je dus uit kan kiezen. Ik zit hier dus. Bij de bioscoop. En ik zou dus nog een tijdsnelheid of de snelheid willen verhogen met 5%. Nou, dat kan. Moet ik dus twee houten panelen hebben? Dat is op zich een beetje zonde. Hè? Want uh, houten panelen zou je eerst zeggen van ik doe het liever mijn schuur. Heb je ook gelijk in, zou ik ook doen. Of uh, silo, sorry. Dat is niet de schuur. En, uh, maar goed, ja. En spijkers die horen daar natuurlijk ook bij. Ik heb HD op de kop. Oké, okay, nu niet meer. Zit ik wel goed? Zodat ik dan klettert, die er vanaf. Ik, eh, ik zat mijn iPad eh, zat een beetje scheef. Dus wat gaan we dan doen? Ja, we gaan even kijken of we die snelheid wel kunnen verhogen. Want die is toch wel belangrijk, die snelheid. Dus ik ga even kijken in de shop. 122, dat is Bailey's Cave. Ik ga even kijken of ik toevallig iets heb. Vast wel. Ik heb altijd wel iets van twee panelen of zo. Heb ik twee panelen? Jongens, twee panelen. Ik heb maar twee panelen nodig. Ik heb er zelfs tien. Nou, ja, die heb ik niet nodig. Twee panelen. En dan heb ik, oh ja, de hamers. Ja, dat kan wel eens een probleem worden. Want ik heb, ik heb bijna alles verkocht. Dus ik verkoop elke keer die materialen. Dus het zou. Best wel eens kunnen dat ik niet genoeg heb. Nou, ja, ik heb in ieder geval wat op. op Baileys. Uh, dan ga ik even naar mijn vriendjes. Want dat scrolt wat makkelijker. Kijk, die heb ik in ieder geval. En dan ga ik even naar de andere boerderij. Dat is dan uh, Dingels. Ik ga er alvast naartoe. Ik heb nu vijf hamers. En 2, dus, de... dus ik heb er nog 3 nodig dan. Zou ik die nou hebben? Zou wel wat zijn, hè? Ik scroll wel naar beneden. En sla je slag. Even kijken. 2, oh, oké. Okay. Dat is in ieder geval wat. Tadaa. En dan, de... ja, dan ga ik nog eventjes naar. Uh, hoe heet die kwast? Uh, frekkels. Koop ik daar ook nog even een hamertje. Ik zal er vast wel één hebben. Even kijken. we daar even naartoe. De winkel van Sinkel. Ik verkoop ze eigenlijk alleen als ik in, uh, in, in nood zit met ruimte. Oké, okay. ik heb genoeg hamers. Dus we kunnen nu naar de stad. Pom. Ik zou wel iets actiever daarin moeten zijn om dat te doen. Want het is best wel verstandig om je gebouwen te upgraden. Ik ga even naar die Pipo toe, nog een keer. Want ook hier kun je naar de bezoeker toe gaan zonder uh, enige moeite. Kan ik toch het gebouw zeg maar nu upgraden. Ja, mooi. Dus hij gaat nu sneller. 5% winst erbij. Het belangrijkste in de stad vind ik persoonlijk... Dat je de meeste bezoekers kan krijgen. Dus dat een gebouw bijvoorbeeld zes bezoekers aan kan. Dat is ik belangrijk. Dat is uh, alleen maar behulpzaam. Dat je meerdere mensen tegelijk kan helpen. En ik zou er alles aan doen om toch dit omhoog te krikken. Ik zou hem, uh, wel dit naar het maximum, maximum zetten. Dat je de hoogste snelheid hebt. Of dan dat de de badgasten het snelst geholpen worden. Die snelheidswinst is wel heel fijn. Ik moet even verf halen. Even naar de Hubo. Ik moet even verf halen. Kijk die planken die had ik daar. Maakt toch niet uit. Ik had er niet op gerekend dat ik het had. Ik zie geen verf uh, onder de 10. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik nou verf boven de 20 heb. Zoveel verf? Geloof ik nooit. Ik zit nou op 30 bij frakkels. Nee. Hij geeft toch ook nullen aan, of niet? Even kijken hoor. Even naar de schuur zelf, want anders kan ik het makkelijker zien. Als die bij de 0 staat, dan weet ik tenminste dat ik het niet heb. Ik heb het niet. <laughs> dan gaan we weer terug naar Dingo. En dan ga ik meteen naar de schuur, want dat is makkelijker. De schuur. Ik bedenk meteen kijken of ik daar op nul sta. Nul. Ja, nul. Oké, okay. Nou, gaan we meteen door naar... Cave Of ik daar nog wat verf heb. Jee, maar Dat is echt uh, arm en troef, hè. Ik heb alles verkocht. Dat moet ik niet doen, Ruud. Ik moet niet alles verkopen. Vijf verf. Oké, okay. ik kan naar... Uh, Baillies. Die heeft nog vijf verf, dus dan koop ik er vier, denk ik. Uh, moet er wel even inzetten, knurft. Goed zo. Even kijken, onderin ergens. Scroll, scroll. Het begrip scrollen is wel heel erg aanwezig hè? bij HD. Ook idee overigens houd wel in de gaten dat je met een limiet te maken hebt hè? de stadsonderdelen die werken wel mee met jouw aankooplimiet hè? Dus je ziet al uitbreidingsitems ik heb er 16 in totaal nu gekocht dus je stadsonderdelen tellen daar ook in mee uh, leuk nee maar het is nou eenmaal een on onderdeel wat nu erin zit dus we moeten het er mee doen laat me zeggen even weg ik heb geen post nee hoeft ook niet Kijk aan. Een houten paneel. Mooi. Dat hebben we dan weer mooi in de pocket. Even kijken. Dus nu kunnen we dat restaurant, zeg maar, upgraden. Ook naar een snellere tijd. Hoppakee. Doen we dat meteen even? Nou staan we hier. Ja, ik hoef die badgasten hier niet te bewaren. Dus ik kan ze gewoon even uh, van het gebouw afhalen. Ik heb hier XP gedaan ook nog. Maar ik heb hier ook nog de tijd. Die ik moet uh, versnellen. En hier zie je nu. dat dit geen onderdelen kost van je schuur en silo. Dus het is alleen maar stadsmateriaal. Nou, dat is natuurlijk perfect. Die gebouwen zou ik ook gewoon helemaal volledig gaan upgraden. als, jij dat, als je de kans krijgt. Dus ook het uh, XP-verhaal. en de, de munten-verhaal. Ik zou ze gewoon upgraden tot hoever je kan. Dit is natuurlijk wel aan een maximum gebonden. Uh, level 38 kun je daar helemaal naartoe kun je upgraden, dat is het maximale. Het is wel gekoppeld aan je reputatielevel van, van, de, van de stad, die staat hier bovenin: 15. Uh, je moet wel zorgen dat die ook mee levelt, dus je kunt op een gegeven moment niet meer upgraden als dit niet verder gaat. Dus dat is wel een beetje gekoppeld aan elkaar. Um. Hier hebben we nog iemand staan. Ook dit gebouw vraagt allemaal uh, spulletjes die je dus uh, gewoon kan verdienen in de stad. Hoe kun je die verdienen? Nou, door wat ik al zei: die pipo's te helpen. Uh, pompoenen, laten we even die pompoenen kopen, jongens. Want dan hebben we dat gehad. Ik ga het niet uh, moeilijk doen. Dit zal niet genoeg zijn. Kijken of we nog wat meer hebben. Kijk, koop er gewoon 30. Kan mij het schelen. Oké, okay, dus die pipode kan ik ook helpen. Hoppakee. Ook hier kan ik upgraden met allemaal. Uh... Hoe zit het dan met dat upgraden? Ik kom er nog even op terug. Nou, ik zal het je laten zien. Heel gek. De eerste drie gebouwen die je krijgt, die hebben in totaal 9 uh, items nodig om te upgraden. Ja, want je hebt voor elk gebouw drie nodig. In die, die drie gebouwen, daar is over een, een verdeling in plaatsgevonden. Elk gebouw heeft een item nodig uit de stad. En twee items uh, van, een, uh, van een silo of schuurmateriaal. Dus je zult zien. Dat uh, de eerste is eerste gebouw, dat is jouw supermarkt. kun je trouwens ook wel even heel snel zien als je dit knopje indrukt. Hier, dan zie je dat het eerste gebouw is de kruidenier, de tweede is bioscoop en de restaurant. Wanneer je nou naar de, de restaurant gaat, dan zie je dat je hier dus een plank en een schroef nodig hebt. Net heb ik je laten zien dat ik bij de bioscoop een houten paneel en een spijker nodig heb. Dat is dus, met die schroef heb je er nog al drie. Nou, die plank, ja, dan heb je nog een bout die je overhoudt en de tape. Nou, die wordt dus gevraagd in het restaurant of uh, in de supermarkt. Kan ik dat jullie laten zien? Uh, ja. Ik stuur hem even naar de kruidenier. Kan ik hem zo, want er staan al bezoekers, maar ik wil dit even laten zien. Ik kan hem helpen. En ik kan even kijken wat ik nodig heb voor upgrade. En wat zei ik je? Bouten en tape. Dus in totaal heb je dus van elk materiaal, silo en van de schuur. een item nodig. In de eerste drie gebouwen die je dus hebt in de stad, andere gebouwen die daarna komen, wat ik je dus net hier liet zien. Dat zijn dus vanaf het bed en breakfast, oord, cadeau en. Die hebben alleen maar materialen nodig die uit de stad eh, verdiend worden. Die in de stad verdiend worden. Nou, en waar verdien je dan? Die verdien je door mensen volledig te helpen. Dus of ze nou één, twee of drie gebouwen bezoeken, maakt niet uit. Je krijgt één item als ze allemaal bezocht zijn. Dus als je heel slim gaat rekenen. Dan iemand die drie gebouwen gaat bezoeken. En die kost ten eerste jou het meeste tijd om te helpen. Dus je moet, je moet die, die gast moet je naar drie gebouwen zetten. Dus dat kost veel tijd. En je krijgt toch maar één freebie. Is dat gunstig? Nee, dat is niet gunstig. Nee. Twee gebouwen: is dat gunstig? Boah, het is te doen. Weet je, als je een, een hele goede buurt hebt. Uh, Buurthuis hebt met heel veel mensen en je kan het bijvoorbeeld redden door alleen maar mensen uit andere uh, buurten te halen, dan is dat oké. Okay. Maar dat gaat je waarschijnlijk niet lukken. Waarom niet? Omdat ook jouw persoonlijke trein, die is nog niet zo ver vaak. De capaciteit kan wel 9 zijn in deze trein, maar het duurt waarschijnlijk. Drie uur voordat hij weer terug is. Dus mijn tijd zit nog op drie uur. En dat ligt, ha dat ligt waarschijnlijk hoger wanneer je dus je persoonlijke trein nog niet zo ver geüpgrade hebt. Want je begint lager. Kortom, je begint met een langere tijd. Hoe je dat kiest, welke je gaat upgraden, dat is afhankelijk hoe je HD speelt. Speel je HD uh, wat minder fanatiek. Uh, in die zin van dat je bijvoorbeeld een langere tijd dan even offline bent. Stel dat je s ochtends even je boerderij bijwer bijwerkt. en je begint s'avonds weer te spelen. dan is het handig om uh, de, niet de tijd te gaan upgraden. maar je aantal. Want dan kun je des te meer halen. na zoveel tijd. Als je nou bijvoorbeeld de hele dag door af en toe binnen HD komt. Dan kun je misschien wel vaker met je persoonlijke trein een bezoek afleggen bij je buurtjes. En dan is misschien minder bezoekers niet zo heel erg. Maar dat is iets wat je zelf even moet uitvogelen. Wat heb je nodig om te upgraden? Die staven. Best veel. Is er ook een behoorlijke aanslag op je schuurruimte, want het zijn 75 staven die je moet. Be Bewaren in je opslag. Maar zoals je ziet, wat ik net al ook al even aangaf, je kunt upgraden tot een bepaald niveau tot een bepaald level. Dan, verder kan je niet, want je bent afhankelijk van je reputatielevel in de stad. En het reputatielevel bij mij staat op 15. Ik kan niet upgraden. Ik moet eerst het reputatielevel van de stad omhoog hebben naar 16. Uh, dan pas kan ik weer upgraden, in de, mijn persoonlijke trein weer upgraden. Dus dan weet je per se meteen waar het mee te maken heeft. Uh, wat je upgrade maakt niet uit. Het is allebei 25. Dus of je nou de tijd of een poppetje erbij wil zetten, dat maakt dus niet uit. Het blijven dezelfde materialen. Dus je kan altijd nog even nadenken wat je dan gaat upgraden. Oké. Okay materialen die je dus verdient in de stad. Dat zijn dus die, uh, die, die, die badgassen die je dus naar een gebouw moet leiden. Uh, ik kom zo nog even terug op de aantallen en hoe je dat met bezoekers kan doen. Ik laat eerst even zien wat ze zoal geven. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld een teer. Dat is dus een item voor de stad. Dit is een dynamietstaaf. Dat is goed voor in de mijn. In de mijn haal je erts en die erts heb je om... Uh, nodig om die staaf te maken in de uh, in die smelters. En die heb je dus nodig om je persoonlijke trein te upgraden. Dus dat is alleen maar goed. Een bel nou dat is voor stadsonderhoud. Uh, meer van die badgasten waren er niet. Hier staan er nog wat. Ik krijg nu een emmer gele verf. Hartstikke mooi. TNT voor de mijn. Zaag voor, of, uh, voor je boerderijonderhoud. Kortom. Je zag dat ik, nou, dat ik net wat materialen kreeg. Als je dus actief bent in de stad, des te meer je doet in de stad, des te meer items kun je natuurlijk verdienen. Er is nog iets anders, wat ook een groot voordeel heeft: een boot vraagt meteen heel veel van een bepaald product. He? Laten we maar eens naar een boot gaan. Die boot staat er waarschijnlijk. Hij vraagt meteen uh, 12 katoen. Uh, hij vraagt ook best wel veel suikerriet. In, nou, in dit geval valt dat nog wel te doen. Kijk, en dit natuurlijk ook: hè? Die, uh, die, die kreeft uh, sushi. Dat is ook nog wel te doen. Uh, ik wil hem doen, want ik kan een puzzelstukje verdienen. Dus dat is altijd wel leuk. Maar moet ik het wel hebben? Nou, toevallig heb ik het. Kreeft moet je natuurlijk ook uh, best wel wat werk voor doen. Uh, je snapt het wel. Eerst moet je kreeft gaan vangen. Daarna heb je die sushi, dus je hebt vrij veel reis nodig. Uh, ik ga nou even kijken naar uh, wat van deze omgein. Ik kan natuurlijk ook altijd hulp vragen. Hè? Je hebt vier hulpposities, uh, drie voor, de, voor iedereen en één blauwe hulp voor je buurtgenoten. En dan kom ik er toch weer even op terug, buurtgenoten, ook voor je persoonlijke trein. Maar ook voor het spelen in HD is een goede buurt dus best belangrijk. Ik heb het geluk dat mijn uh, boezekoe in uh, of uh, boezekoe. mijn uh, ja account die is bij freckles in de buurt en ik kan dus altijd hulp vragen. Uh, deze ga ik om hulp vragen. Deze ik kan er eentje doen en vraag ik deze ook even om hulp. Dan ga ik even kijken over hoe snel ik uh, hulp krijg. Dus even kijken. We gaan dan vaak ook nog even wat lokka's zetten. Dat betekent dat ik ook nog een cadeautje neer ga zetten voor degene die mij gaat helpen. Misschien uh, ziet hij dat en dan denkt hij van, oh wat leuk, witte suiker. Dat vind ik aardig. Ga ik jou helpen met, uh... nou heb ik net al mijn uh, spullen gegeven, al mijn cartoon. Dus ik moet ook wel weer zorgen dat ik even wat katoen erin eh, pof. Dan heb ik straks geen nul. Kijk, en dit is wat ik nou net zei: hè? Je hebt dus veel items nodig voor, eh, voor je boot. Nou, soms kun je daar echt pech in hebben. Hè? Dan heb je best wel veel of suikers nodig. Room, kaas dat is ook niet echt leuk. Uh, de chemmetjes, als je die kan maken, de, als ze naar sapjes vragen, dan gaat het ook behoorlijk hard. Uh, kortom. Artikelen die ze daar vragen, producten die ze vragen, is altijd veel. Als je naar de... Kijk aan. heavenly, Supermeid. Dankjewel. Als je nou kijkt bijvoorbeeld uh, naar de stad, dan vraagt elke stadsgast, padgast, die vraagt niet uh, 20 dingen of uh, 5 of 8 dingen. Heel soms vragen ze wel eens wat meer, maar dan zijn het ook de makkelijke dingen. Kijk, uh, laten we eerlijk zijn... Popcorn dat is eigenlijk best goed te doen, natuurlijk. Het is niet het meest ingewikkelde product om te maken. Dus je kunt best wel zorgen dat je wat popcorn op voorraad hebt. Als het om sappen gaat, die vragen is ook best wel veel. Kan zo zes of zeven zijn. Jongen, die maak je makkelijk. Even wat worteltjes op het veld leggen en huppakee. Maken die zooi. Eigenlijk geldt het voor al die sappen. Kun je makkelijk maken, want je kunt al die bomen gewoon neerzetten. En als je uh, dat gevraagd wordt in de stad, dan help je mensen in de stad. Je krijgt daardoor cadeautjes. En uh, het cirkeltje gaat helemaal rond, want je krijgt daardoor bijlen en zagen. Uh, en die heb je weer nodig, omdat jij die machines volgooit voor die, volgooit voor die stadsgasten dus je kan weer de bananen of de appelbomen en de en de kersenbomen die kun je weer omzagen en je kunt weer nieuwe planten gedeeltelijk kun je wat verkopen dan zorg je ervoor dat er wat geld binnenkomt zodat je ook de aanschaf weer kan doen en je kunt gedeeltelijk die mensen helpen komt zo wel oké okay. dan ga je dus naar de stad en dan ga je dus uh, die mensen helpen. Nou, wie ga je dan helpen? Nou, ik zal het je eerlijk zeggen. Zelf help ik alleen maar de mensen die één of twee gebouwen bezoeken. Uh, ik heb namelijk genoeg ruimte in de stad. Dus als ze twee gebouwen bezoeken, vind ik dat prima. degene die naar, een, uh, naar het sanctuary gaan, naar het reservaat. Uh, die kun je ook wel doen, want daar krijg je namelijk twee cadeautjes van. Uh, ze leggen namelijk hier wel eens een cadeautje neer, hè, bij het plateau, als, je dus, als ze dus naar het Sanctuary gaan. Dus dat is mooi. Ik zou zeggen, helpt hij wel. Of je dan degene die drie gebouwen moet bezoeken, daar ook naartoe stuurt, dat moet je dan eventjes bepalen of je dat wel handig vindt. Ik help hem nu wel even, want anders... Uh, ik had al een gebouw gedaan, dat is een beetje zonde als ik hem dan wegstuur. Zet er een tijdslimiet op om die mensen te helpen? Nee, niet echt. Ja, nee, nee, er zit geen tijdslimiet op. Ze blijven gewoon eeuwig in je dorp totdat je ze allemaal afgeholpen hebt. Het is niet zo dat je ze binnen vijf dagen bijvoorbeeld allemaal moet doen. Ik ga dus nu met mijn treintje even naar mijn buurtjes. En daar kan ik dus een aantal mensen ophalen. Grappig, hè? Hebben ze hier een telefoonstijl neergezet. Met de deur deze kant op. <laughs> dat is gevaarlijk, hè? Zo langs het spoor. Willie. Wil maar. Maar wel leuk. Even kijken. Welke gebouwen ga ik ze dan laten bezoeken? Ja, dat is een goede. Um, maakt het wat uit voor je cadeautjes? Nee. Maakt het wat uit voor je reputatiepunten? Ja. Ik bedoel, als je toch de tijd hebt. Eh. Uh, Stuur ze me naar een, een bed and breakfast. Waarom niet? Ik zou zeggen, pak die. Duurt wel lang, maar goed. Als overdag, overdag ben je bezig, dan maakt het toch niet uit. Ik uh, zet ze gerust in een gebouw die wat, uh, wat langer duurt. Ik probeer alleen, gek genoeg, uh, de spa, de kuuroort een beetje te omzeilen, want daar worden wel eens gekke dingen gevraagd. Maar ja, ook daar ontkom je niet altijd aan. Mooi is deze. Uh, dit is een mooie stad. Beautiful. Oh ja, dan komen we meteen weer op een item waar Marcel een tijdje geleden in een reactie onder YouTube het over gehad heeft. Je kunt kistjes verzamelen in Hedeh. Dus in de boerderij zelf heb je schatkisten, in de bij je buurtjes vind je vaak ook nog een schatkist en dat kun je dan s ochtends doen en nagelang hoe lang het duurt heb je nog een met een van kun je dat nog een keer herhalen misschien in de avond ik weet niet wanneer die tijd gereset wordt is dat 6 uur 8 uur 12 uur geen idee ik zou het dus moeten meten uh, maar dan, dan kun je dus vier kistjes verzamelen per dag maar we hebben ook nog kistjes in de zee liggen uh, wanneer je dus naar je stad gaat nou bij de buurtjes liggen er één. Nou, die heb ik nu. Daar zit een dynamietstaaf in. En bij jezelf ook. Maar die heb ik waarschijnlijk uit eigen beweging al gepakt. Kijk maar, want nou is die vergrendeld. Uh, ik denk dat ik hem al gepakt heb. Dus je vindt er ook altijd in je, in je stad ook nog één. En dan bij de buurt één. Dat zijn er ook twee. En dat kun je dan ook nog s'avonds herhalen. Dus in totaliteit, als je... Zochtend speelt en s'avonds speelt. En je pakt al die kistjes kun je er acht scoren. Daarin zitten dus ook allemaal materialen voor je boerderij. Ook dit soort dingen zitten erin. En ook dit soort dingen zitten erin. Dus jouw uh, boosters. Ja. En ja, volgens mij geen producten en dat soort dingen. Boosters en dat soort zaken. Ja. Dus en diamanten. Maar die noem ik bijna niet meer, want ik zie ze bijna nooit. Volgens mij zijn die er, tussen, die zijn er volgens mij even uitgehaald. Niet zo netjes, maar het is wel de realiteit. Oké, okay, nu hebben de buren. Of nou heb je de, die boertjes allemaal binnengekregen. Hè, die hier in de, ook bij je buurtjes weggehaald heb. Dan ga je naar het controlecentrum. En dat is via het stadhuis. Daar kun je ze allemaal vinden. Je kunt natuurlijk ook. Gewoon op de mensen die in je boerderij lopen kun je ook klikken. Maar goed, dan moet je ze wel gaan zoeken waar ze allemaal lopen. En uh, dat is op dit moment voor mij hier nog wel makkelijk. Maar als jij hier een behoorlijk volle stad hebt, dan wordt het wel uh, steeds lastiger om ze aan te tikken. Want dan moet je ze echt gaan zoeken op een gegeven moment. Als je nog andere knakkers tussendoor hebt lopen dan, en die wil je niet helpen, omdat je die even bewaart, tactisch gezien, dan uh, is dat natuurlijk ook lastig. Waarom zou je mensen bewaren? Als jij uh, meerdere boerderijen hebt van jezelf, dan kan het soms handig zijn om af en toe even iemand te bewaren. Nee, het is net alsof de alarmbellen af zijn gegaan en in één keer zijn ze allemaal verdwenen. Mooi is dat, hè? Oké. Okay. Nu ga je ze helpen. Maar ik kan je een tip geven, wat vaak handig is om even te doen. Terug naar de boerderij gaan, is handig. Waarom? Er staat hier een bordje bij, de... bij dat karretje om naar de stad te gaan. Dat bordje staat nu op een uitroepteken. En dat betekent dat je niet iedereen kan helpen in de stad. Wanneer er een groen veetje staat, dan kun je waarschijnlijk iedereen helpen. Als je erop. Dan krijg je namelijk bedenkt te zien wat je misschien nog nodig hebt. Je ziet dat ik de meeste mensen kan helpen, maar ik heb een bramenmuffin nodig. Uh, ik heb hier frambozen, een salade heb ik nodig. Hier, dat is de kuurort, hè? Wat zei ik? Die vragen soms vreemde producten. Hier heb ik ook nog mutsen. Uh, nou, die zijn allemaal aanwezig. Maar kijk ook even naar de aantallen. Want soms kloppen die niet. Uh, ik heb hier wol nodig. Uh, hier heel veel eieren. Uh, ik zie hier verder niks met eieren. Daar uh, ook niet. Want volgens mij wordt er niet naar de aantallen gekeken. Oké, okay, frambozen die kan ik zelf regelen. Maar die haal ik gewoon van het land af. En dan heb ik nog... Uh, bramen muffins nodig. Dan nou kan ik. Heb ik trouwens al hulp voor deze? Nou, nee, nou, dat duurt lang. Iemand helpt mij. Dat is een makkelijk product om te vullen. Nou. Doe ik het zelf alweer. Even kijken, dan ga ik naar. BZK. Uh, vul zelf die krat wel even. Hoppakee. Dan is die niet van weg. Dan heb ik dat gedaan. En dan ga ik even vragen om een bramenmuffin. Je kan natuurlijk ook een bramenmuffin misschien scoren in de krant. Hè? Heel vaak staan daar bramenmuffins in. Even kijken. Uiteraard, als je het nodig hebt, natuurlijk niet. Dat is, dat is altijd zo in de krant. Op een of andere manier wordt dat doorgezeind of zo door HD. Uh, door hey dat uh, op het moment dat jij ergens op zoek bent, dan verschijnt het niet in de krant. Ik had uh, van de week een keer pompoenen nodig. Nou, die kwamen gewoon echt niet voor in de krant. ongeloofloos. Terwijl je normaal gesproken wordt doodgegooid met uh, pompoenen. En datzelfde keer heb ik ook met uh, aardbeien gehad. Dat is bijzonder vervelend. Nou, staat er geen enkele bramenmuffin bij. Zie je dat? Wat je dan kan doen is naar de buurtjes. Soms kan naar de buurtjes gaan best wel eens handig zijn. Want die willen nog wel eens wat maken. En als je geluk hebt, maken ze muffins. Want die maakt iedereen. Dit keer ook niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ben gewoon even aan het uh, heen en weer. Uh. Kijk, ik heb alvast de bramen. Nou, dan Muffin nog. <laughs> ja, dat is hem weer niet, hè? Nee. Dat is hem weer niet. Nee. Maar dat maakt niet uit. En mijn lol heb. Even kijken. Oh, dit is wel goedkoop, uh, chef. 40. is inkoopprijs. Daar doen we het voor. Dit is trouwens een leuke winkel. Goeie verkoop, jongen. Zo hoort het ook. Goede producten verkopen. Daarmee scoor je de meeste munten. En dan, gaat tenminste, dan kun je tenminste ook wat dingen aankopen. Hey, daar hebben we hem. Brabant muffins. Gerrit, als ik nu alle artikelen heb, dan kan ik het uh, gaan uh, voor elkaar maken. Maar ik ga de buurtjes om hulp vragen. Hè? Namelijk om die akelige zeevruchten salade te geven. En ik hoop dat, uh, dat die Frekkel dat wil doen. Die Frekkel. Die. Uh, wacht even. Kijken of toevallig iemand anders nog uh, zin heeft om dat te doen. Moet er wel iemand online zijn? Er is niemand online. Nou, dan kan ik wachten tot ik een ons weeg. Daar gaan we hem niet worden. Kortom. Dankjewel, uh, Frekkel. Je kunt trouwens altijd even kijken of je, wie je gedoneerd heeft. Dat kun je op het i'tje zien, hè? Je ziet dan dat... Oh, dat is Belis. Vandaar dat het er maar 24 had. Oké, okay. 24 maar. Maar goed, hij uh, heeft me geholpen. Dus kijk. En als het goed is, verschijnt er nu een groene V hierboven op het uh, bordje. Zie je dat? Dus dat betekent dat ik alle artikelen heb uh, voor de klant. Ja, oké. Okay. Nou zie je ook meteen dat je dus geen hele hoge aantallen nodig hebt. Ik heb dus van, van die taart heb ik twee nodig. Is ook nog best wel. Maar geen, geen vier of uh, acht voor je boot. Snap je? En dat geldt voor al die andere dingen ook. Als je zeevruchten had gehad voor de boot, dan had hij er waarschijnlijk drie gevraagd bij, bij negen kratjes. Of vier had hij er gevraagd bij twaalf kratjes. Zeg ik dat goed? Dus in dit geval is het natuurlijk de stad ook wel gunstig. En je krijgt ook nog eens een keer dan een cadeautje van die pipo. We gaan ze helpen. Dan lopen we gewoon de gebouwtjes af. Appels. Kreeft... Oh, hij moest ook nog zeevruchten en nog kreeft er apart bij. Dus die zeevruchten was niet alleen niet uh, voldoende. Oh nou. Kijk, dit zijn de badgassen. Die duren wat langer. 4 uur en 47 minuten. Dat is trouwens ook meteen het maximale. Zie je dat? 40% sneller. Daarom heb ik dat ook meteen gedaan. Want oorspronkelijk duurt deze 8 uur voordat ze klaar zijn in een bed and breakfast. Maar dit heb ik dan meteen al getackled 4 uur 47 is ook nog best wel pittig. Maar ja, dat is nog wel te doen een half dag deel. Dat is een halve dag ongeveer. Hè? Kijk. Die bel die er boven hangt, dat geeft natuurlijk aan dat hij hulp nodig heeft. Hè? Nou is alles gedaan. Behalve deze. Deze nog even snel. Nou is alles gedaan. En dan kun je even snel checken op het controlecentrum. Kijk maar. Er wachten momenteel geen bezoekers. Ik zie ook dat ik nog 23 mensen in de stad heb. Dus ik heb nog wat ruimte in de stad. Uh, het bedienen, dat kun je hier zien. Je kunt het zelfs op volgorde zetten, hoe snel iedereen is. Hij staat op de volgorde van uh, wie er dan als eerste klaar is. Nou, dat zijn dan de mensen in jouw. Hoe uh, heet dat ding? Uh, kruidenier. Ik kan nooit op het woord komen, Kruidenier. Kruidenier is een beetje een oud woord. Het is eigenlijk. wij noemen het supermarkt. En, maar goed, het is de kruidenier. En dan heb je ja, degene die in de diamantshop zitten. En die kruidenier hier, die is nog best lang. Want ik heb hem uh, nog niet op uh, 40% staan. Kijk, ik heb hem op 10% snelheidswinst. Als die helemaal max is, dan is die maar 35 minuten. Hoef je dan maar te wachten. Dus. Voor mij eigenlijk wel zaak om dit zo snel mogelijk omhoog te krikken. Maar dat is wel makkelijk. Oké. Okay, nou uh, heb ik dus iedereen geholpen in de stad. Nou ben ik zover even klaar. Hoef ik in principe niks meer te doen. Dus ik kan nu de boerderij in en ik kan nou andere dingen gaan doen. Tactisch, daar hadden we het over. Daar laat ik nog even één ding van zien. Gaan we even naar mijn uh, grote account, Freckles. Wanneer je in een buurthuis zit en daar zitten twee hele fanatieke stadsmensen in, die dus uh, de stad heel graag uh, willen upgraden en uh, bezig zijn, dan kan het wel eens gebeuren dat je regelmatig bij je buurtjes niemand op kan halen. Uh, dat is niet altijd zo, want het zijn ook momenten. Alleen, nu kan het zo zijn dat ze niemand willen helpen in de stad. Omdat ze wachten tot morgen. Want ze willen morgen natuurlijk XP knallen. Want dan is het dubbel XP en dubbele ervaringspunten. De punten die je dus. reputatiepunten hierbovenin. Dat is met het evenement. De week evenement. Dat is zaterdag en zondag kun je dus iedereen. Help in de stad, je krijgt dubbel zoveel XP en dubbel zoveel reputatiepunten. Nou, met die XP, dat gaat enorm snel. Kan zijn dat ze nu de stad helemaal vol hebben daar en dat ze nu daar even niks mee doen en dat ze dan van het weekend gaan knallen. Wat er dan gebeurt, is dan, dan zie je hier bijna niemand meer staan. Dat komt dan ook regelmatig voor. Ik heb dat regelmatig, dat ik niemand meer kan oppakken. Op een of andere manier loop ik altijd scheef met de tijden. Ik zit er altijd in als de anderen het niet meer erin zitten. En dan is die hele, hele buurt is dan lege, lege vaart, is weggevaard. Kortom, als ik dan eens een keer iemand wil halen in de stad, dan lukt het bij mij niet. Omdat de mijn buurtjes niemand loslaten. Uh, of. Het is al opgehaald door andere buurtjes. Dat komt regelmatig voor. Wat je dan kan doen, als je dus uh, één of twee, in dit geval heb ik vier boerderijen, dat is een luxe positie. Dan kun je natuurlijk ook wat van die badgasten van jezelf uh, vasthouden. Je hoeft ze niet altijd meteen weg te sturen. Kijk, ik heb nu 42 mensen in de stad. Als ik nu ga werken op de stad, dan kan ik ervoor zorgen dat ik deze ga wegsturen op het moment dat ik op Dingels ben. En Dat ik dan zeg: Van ik ga met dingels deze mensen halen. Op deze manier zorg ik er dan net even voor dat mijn buurtjes ze niet kunnen wegpikken. Is dat aardig? Nee. Is dat uh, lelijk bedoeld? Helemaal niet. Het is ook soms een klein beetje om jezelf te helpen. Want als je buurtjes altijd maar iedereen weghalen omdat zij continu in de stad hebben, dan geven ze ook jou de kans niet om eens een keer iemand op te halen. Uh, is dat erg? Nee, maar dan ga ik me tegen, ik ga dan daartegen wat doen. Dat doet iedereen. Iedereen gaat zijn eigen strategie op een gegeven moment bepalen en gaat dan kijken van, wat kan die dan het beste doen? Hetzelfde geldt dat ik mijn buurtjes vrijwel nooit lastig val met help. Ik heb vrijwel nooit help nodig. Waarom niet? Ik voorzie mezelf in help. Ik zorg dat ik hulp uh, op heb staan wanneer ik dat nodig heb, als ik daar een Bijvoorbeeld met een derby bezig ben. Het komt maar vrij weinig voor dat ik erom vraag. Want normaal gesproken zie ik het ook zoiets van zelfbehoud of zelf, zelf, zelf doen. Want dan kom je het verste mee. Je bent dan vaak wat afhankelijk van de anderen. En dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Ik vind het vaak wat leuker om te geven dan om te krijgen. Ik hoef het niet te krijgen, want ik heb zat. Dus vandaar dat ik ook nooit eigenlijk uh, vraag om, om dat soort dingen. Um, dus het kan soms tactisch wel eens handig zijn om uh, buurtjes dan even vast te houden voor mij. En wat gebeurt er dan? Dan ga ik gewoon kijken waar ik dan buurtjes nodig heb. En dan als ik buurtjes kan ophalen met een bepaalde boerderij, dan laat ik ze hier los. Dan ga ik. Daaraan naartoe en dan komen ze op mijn scherm en dan kan ik ze zo oppikken. Maar uh, let wel, dit, is, dit doe ik zo nu en dan. Het is niet zo dat ik het continu doe. Want ik heb ook niet altijd zin om met twee devices te gaan werken en te gaan wisselen. Soms heb ik ook gewoon van, hup, move van jullie allemaal. En dan, uh, dan komt het ook goed. Wanneer doe ik dat? Juist om meer mensen in mijn, in mijn stad te krijgen zodat je meer spullen uh, kan uh, verdienen. Maar dan zeg ik er heel eerlijk bij. Uh, ik ben iets minder fanatiek in de stad dan, uh, dan sommige andere mensen. Zoals Wilma en Kirsten. Die zijn super fanatiek in de stad. En dat kun je ook zien. Maar die hebben een level. Kirsten zit op 83 in de stad. En Wilma op 70. Nou, dat zijn gigantisch hoge levels voor een stad. En dat is super knap. Dus dat is ook. Wauw. Ik zie dat Wilma geleveld is naar 211. Gefeliciteerd Wilma met je level 211. En ik ben benieuwd, Kirsten, ga jij de 200 aantikken van het weekend? Wel gaaf zeg. Ik kom je bij de 200 familie? Dat is ook weer een aparte. Ja, aparte prestatie, als je het zo wil noemen. Leuk. Heel leuk. Maar goed, dat zijn dus. Hè, als je dus in een. Daarom is een buurt ongelooflijk belangrijk, en, uh, want des te meer mensen je in de buurt hebt, des te meer mensen ook uh, die mensen wegsturen, uh, zodat je die kan oppakken met je, met je persoonlijke trein. Dat maakt het een stuk makkelijker. Ook voor taken hè, die dan hier op het bord verschijnen, dan is het ook wat makkelijker. Het is dus FC Knudde bij mij met de taken. Alles moet ik uh, voorbereiden. Alles moet ik doen. En ik hoop dat ik het een beetje ga redden nog. Het is pas vrijdag. Maar het begint een beetje op te schieten. Hè? Het weekend. Oké, okay, nou. Dit waren een beetje de tips. Ik heb het ook uh, gezegd. Hè? Het is vooral belangrijk. Waar je eigenlijk vanuit moet gaan. Het controlecentrum. Pa dat is jouw belangrijkste station waarmee je dus uh, je zaken kan doen in de stad. Dit blijft gewoon het meest makkelijke. Wil je geen mensen ophalen in een gebouw, dan doe je dus mensen bezoeken en helpen. Doe je dan via het stadhuis. En dan kun je makkelijk even iemand bekijken en je kunt dan iemand wegsturen. Helpen kan dan ook zonder iemand weg te sturen. Iemand wegsturen, daar kun je dan ook selectief in zijn. Stelt dat je alleen maar de cowboys, de cowboys wil wegsturen, dan kan je dat doen. Is er eentje klaar, maar ja, die staat niet vooraan in de, in de cadeauwinkel, kun je toch zeggen: Van ik wil de beloning ophalen. En dan staat hij hier bij de niet-actieve, en dan kun je hem meteen weer naar een gebouw toesturen. Wel even een tijdsinterval. Kijk, dan kun je hem naar de kruidenier sturen. En dan kun je hem ook meteen bij de kruiden hier weer helpen. Dat is het grote voordeel wanneer je dus werkt vanuit het controlecentrum de stad. Dit was hem. Er zullen ongetwijfeld nog meer tips zijn. Uh, heb je nog een tip voor de stad? Hieronder kun je die plaatsen. En dat helpt anderen weer om misschien nog meer uit de stad te halen. Dus uh, doe daar je voordeel mee. Uh, voordeel mee. Hele fijne avond, heel goed weekend en tot de volgende keer. Heel veel later!